voor de shoot van morgen. Amin! Wauw! De Nijnerstas mee. Welkom weer bij onze nieuwste vlog. Zoals beloofd is jullie wel online op de zondag. Wat gaan jullie zien in deze week? Vanochtend jullie zien deel 2 van Lapland. En we gaan onze Reinershoot doen met allemaal mooie vrouwen. We gaan naar meneer Paprika en we gaan naar een heel leuk event genaamd Friends of the Brands. Ook ben ik met Liviaatje thuis, krijgen ze een heel groot bed en maken we lekkere taarten. Dus ben je benieuwd? Blijf kijken en blijf subscriben en comment even below. Want wij gaan gewoon lekker door. Love Reiners. Goedemorgen. Kijk, het sneeuwen. Ons laatste dagje. Wij slapen in de Kelo Iglo. En dat is ons huisje. En je slaat dus met allerlei andere mensen op het terrein. Dus je zit wel in de bossen, maar niet helemaal midden of nowhere alleen. En wij hebben huisnummer 72. Hoe leuk zijn die huisjes? Dit is onze eigen schans. Onze sneeuwpop, die een beetje vervallen is, zo te zien. Hoe leuk is ons huisje? Oké, mam en dad zijn onderweg. We hebben de kids even gedropt bij onze ouders. Super lief te beleven. Oppassen? Ja, mijn ouders. Excuse-moi. Want wij gaan met de huskies. Woehoe, heb je er zin in? Huh? Heb je er zin in? Ja, het is mooi weer. Het is ons laatste dagje, het is hartstikke mooi weer. Ik heb een heerlijke muts op, jas aan, Airbusbroek aan en een Reiners setje eronder. Lekker met vlies. En ik zal je even meenemen. We zijn onderweg naar de huskies. Woehoe, zoveel zin in. En Mikey gaat mij besturen. Dus ik hoop met Mercy dat alles goed gaat. Daar heb ik er alle vertrouwen in. Ga je dus weer naar een changing room waar wij nooit gebruik van maken. Want wij hebben al onze eigen spullen gekocht en aangeschaft. Maar dat hoeft dus niet. Je kan hier dus alles krijgen en huren. Dus tip van Flip. Dit zijn onze hondjes. Ik vind het geen huskies, maar ze zijn wel heel leuk. We willen heel graag rennen. Woehoe! Daar gaan we. Je doet het goed, schatje. Oké. We zijn bijna klaar. Oh, jij moet praten. We zijn bijna klaar. We zijn weer gearriveerd op de bestemming. Met de huskies. Ik zit erbij als een prins. Jij hebt al het werk gedaan. Ja, oké. Okay. Ik zie je niet op beeld. Jawel, ja, op beeld. Oké. Oké, we zijn er. Kleine puppies. Hallo. Hallo, vriendinnetje. Ja, they born in December, so they are about... 3 months. But hello, of course, hello. No, we are family, like a giant tree. Woo! Daar gaan we. Hallo. Hallo. Onze laatste dag. Hier aangekleed wel. We gaan even naar een dorpje. Om daar wat te eten. En hoe beeldig zijn ze? Voet omhoog. Wat doet papa nou? Rocket wil niet naar huis. Rocket vindt de sneeuw helemaal enig. Kom! Kom, Rock! Rocky! Hup, hup, hup! Kom maar deze kant op lopen, Rock! Zeg maar dag, sneeuwpop! Aaien! Kan niet meer aaien, Rock. Huisje. Dag huisje. Dag mooi huisje. Hoorden jullie dat? Het geluid van de sneeuw. Hoe mooi. Ik ga even een filmpje maken. Niet normaal, die sneeuw. Ik ga het wel missen hoor, die sneeuw zo. Kijk hoe mooi.
Dit hadden wij als huisje. Voor 100ste keer is Kelo Iglo Chalet. Ons leuke trappetje naar onze Kelo Suite. Ik heb voor het eerst vandaag geen thermo aan. Want we naar het airport gaan, is best wel koud, zou ik zeggen. Ons bruggetje met water erop. Hallo, water. Hallo, water. Mama, kijk. Ja. Water. Water. Dag. Kangestown, Restore to Sariska. Oké. We gaan naar huis. We gaan naar huis. We gaan naar huis. Dag, Rob. Vliegtuig. 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 Oké, laatste keer dat we het vliegtuig in gaan. Zeg maar dag. Dag Helsinki. Let's go. Let's go with the flow. We zijn thuis. Rob, je hebt het zo goed gedaan. We liefden nu even lekker in bad. Al onze spullen uitpakken. En ready. Wat gaan jullie nog meer zien in deel 2 van Lapland? Ik ga met Mike met de huskies. Wat wij geen husky noemen vonden. Het zijn dus wel huskies, maar je verwacht echt die winterse, die Antarctica'se huskies, die echt die hele mooie, volle, ja zo heet dat. Oh. Ja, die echt die hele volle huskies, nou dat was het dus niet, het was een soort van tackle. Nou, gewoon een vuilnisbeltje leek het wel. Nou, ze waren allemaal gewoon geen huskies en ze maakten een herrie, herrie was niet normaal. Ja. Het was wel super leuk, alleen kindjes waren niet mee omdat het niet mocht. Nee, uiteindelijk snap ik het wel, want je gaat het best wel hard. En wat ik ook niet heel fris vond, omdat ze zo hard gaan en zo erg moeten inzetten, heb je continu scheten. Oh. Dus je krijgt continu je scheetgeur. En we zijn ook, niet over de kop gegaan, maar wel uit de bocht gevlogen door passagiers voor ons die te laat, die gewoon in één keer stopten, dus we moesten ook stoppen. Maar ja. Voor de rest had je allemaal tekens. Break, zo hoorde ik. Ja, break was echt Mike. Break, Mike. Ja, break is met twee voeten op de rem. Dit was gaan. Dit was stoppen. En dan mis ik alleen nog de break. Dus was het één keer. Dus je moest ook heel goed naar die man kijken die voor je was. En toen op een gegeven moment mocht je wisselen. Dus mocht ik gaan, hoe noem je dat? Husky begeleiden. Ja, ook meegaan. No, thank you. I don't dare. I don't do it. Want ze gaan best wel snel. Je moet best wel hard op die break. Je moet best wel veel kracht zetten ook. Ik ben best wel een lichtgewichtje. Dus ik moest echt met vol twee van met mijn voeten erop. Maar ik heb het toch gedaan. Dus, en ik was heel gaaf. Ja, en daarna, en we hebben onwijs gelachen. Met z'n tweeën. Met die huskies. De val heb ik dus niet gefilmd. En daardoor ben ik wel mijn telefoon kwijtgeraakt in de sneeuw. Maar ik heb hem wel gevonden weer. Maar dat staat dus niet op film. Helaas was ik net gestopt met filmen toen we daarvoor vielen. Dat is wel jammer. Wat vond je het leukste aan Lapland? En het leukste aan Lapland vond ik denk ik toch wel echt met de huskies. De rendieren vond ik heel leuk, maar wel heel traag. En we zijn ook nog met een paardje gegaan, met Aurora hunting. Dat was heel leuk, alleen we hadden geen Aurora. Ja. Dus dat vond ik zelf ook wel heel leuk, voor kindjes wat minder. Ja. En buiten dat vond ik het resort heel gaaf. Alleen ik vond het wel allemaal echt overprijs voor wat je krijgt. Ja. Ja. Dus dat heel veel geld voor het eten. En was gewoon wel dat was het echt niet waard. Dat was niet, Dat was niet het geld waard. Dus in dat opzicht zou ik, weet niet of ik nog een keer naar dit resort zou gaan. In Leeuwen heb je ook een mooie resort. En die dan nog eerder weer zou proberen dan waar we nu waren. Ja. Maar al met al was het echt super gezellig. Ook met papa en mama. Die zijn nog gaan sneeuwscooteren. Het schijnt ook nog wel een ding te zijn. Ja. Dus het was wel een hele leuke ervaring rijker. En ik vond die sneeuw gewoon waanzinnig. Ja, sneeuw is prachtig natuurlijk. Ja. Maar ik was wel weer blij om thuis te zijn. Ja. Oké, we hebben morgen een shoot. Dus ik ben hier onze hele showroom al aan het verbouwen. Lamp opzij. Stoelen weg. Want het idee is dus dat hier een heel groot doek komt. De palmen gaan ook nog weg. En dan hebben we dit wel nodig voor onze poses. En dan aan de voorkant. Ja, het is nog even een zootje. Hier gaan we ons make-up area doen. Dus daar ben ik al best wel... Dat alles netjes en clean is, behalve dat soepje daar. We gaan shooten in alle 6 kleuren met allemaal verschillende vrouwen. En dan gaan we de Kylie-test ook shooten in de basiskleuren, dus echt het crème en zwart. In alle leeftijden en ook met allemaal vrouwen. En dan hebben we de Olly-tops. Die gaan we ook allemaal in één kleur shooten in crème en zwart. De co-ord setjes,
de olietop dan weer met een jeans om te combineren. Dus eigenlijk gaan we zoveel mogelijk setjes maken. En ik ben nu alles aan het uitpakken en ik ben alles aan het leegmaken. Alvast heerlijk mijn haar gefeund voor de shoot van morgen. Hoe mooi ziet het eruit? En Marie komt morgenochtend hierheen, dus die zal dan ook weer alles filmen. En nu weer onderweg naar huis. Okay. Ik heb snel de boodschapjes gehaald bij de slager in Albert Heijn. En nu snel naar mijn mannen toe. Even wat eten, samen in bad en dan morgen de fotoshoot. Zoveel zin in. Mijn beste vriendin van mijn oma komt ook en hij kent me eens voor de pictures together. Heel irritant Engels en Nederlands door elkaar. I know, ik weet Engels. Oké. Nou, wij hebben vandaag een shootdag en ik ben natuurlijk weer vergeten om mijn hele make-up te filmen net met Hardy. Maar als het goed is gaat Marie dat nu doen. Ik moet nu een modelletje ophalen van het station. Dus daar ben ik nu onderweg. We hebben vandaag een shootdag, dus ik ben super excited voor Reinders. We gaan verschillende styles aandoen met verschillende bodytypes, huidtinten. Niet zoveel mogelijk als we willen natuurlijk, want we kunnen niet eindeloze modellen hebben. Maar we hebben nu een zwanger model, we hebben een getint model, een iets donker model, iets meer curved. Een iets blonder model. Nou, ik ben nu momenteel maat XS, Marie maat S. Dan hebben we een model die is dus zwanger. En een model die is echt wel iets meer plus sized curves, echt wel XLL. En dan weer iemand M. En dan hebben we mijn mama en mijn vriendin van mijn oma van 92. Dus al met al echt super leuk. Even aan de kant. Graag gedaan, hè? Ja. Dus we hebben er echt super veel zin in vandaag. I cannot wait! Nou ja, dit is typisch weer iets voor jullie. Dus ik ga jullie vandaag meenemen met onze vloggen. Met onze voetdag. We zijn ons aan het... Hey, hey, guys. Ja, ook. Heel vaak Nederlands en Engels ook door elkaar. Dat is ook heel vervelend. Ik had zo vet iemand Engels gepraat. Dat doe ik zelf ook continu. We zijn ons aan het klaarmaken voor de shoot. Daar zijn we weer. En we hebben Rachel en Harley voor de make-up. En Puck en Queenie zijn nu in de make-up. En Marie en ik zijn al geweest. Goedemorgen. Amin. Wauw. Hoe leuk. Gaan nu de Kylie dress shooten. In de nude colors. We hebben dan mooi zwart. Brush en crème. Jij hebt spelden hier. Ja. Tot madame koningin Mirjam komt. Queen of the prom. The queen. En dan gaan we verder met shooten. Gaat u zich uw lippen weer bijwerken, Mirjam? Gaat u uw lippen bijwerken? Ja. Eerst even nog de lipjes doen. Mirjam heeft een nieuwe collectie aan. Hoe gaaf. Ja, ik ben mij. Hoe leuk. Mirjam, best vriend van mijn oma ook mee. Op de shoot, 91. We hebben net een foto met iedereen gemaakt. En Harley heeft heel mooi de make-up gedaan. Ja, het is hartstikke goed. Mooi. En het was meteen weer hectisch, want toen de shoot geland was, hadden we daarna meteen binnenkort de Reiners shoot. Ja. Ze hebben daar heel veel voorbereidingen voor gedaan. De foto's zijn nog niet gepost op Instagram, maar het gaat wel dit weekend. Dus misschien als deze vlog online staat, hebben we misschien nog wel één foto gepost. Het idee was dat mensen heel vaak denken dat Reiners echt alleen maar voor een jonge doelgroep is. Omdat wij natuurlijk zelf jong zijn. En voor iets dunnere. Maar dat is echt zeker niet het geval. Want onze mama draagt het, beste lief van mijn oma, die was ook mee naar de shoot. Zwangere maar ook vrouwen, gewoon zwangere vrouwen, iets vollere curvy. Vrouwen, curvy. Dus dat wilden we eigenlijk laten zien met deze shoot. En je kan natuurlijk niet elke nationaliteit laten zien in elk lichaam, maar we hebben wel echt ons best gedaan dat je wel een beetje diversiteit ziet. We hopen dat je wel in sommige mensen kan vinden hoe of wat. Ik ben momenteel wel echt XS, ik ben SM. Nou, Queenie was ook wel echt M, maar die heeft wel een hele mooie grote kont. Ja, hele mooie billen. En Noah die heeft, is zwanger. Wow, die is zwanger momenteel. Dat vonden we ook leuk om te laten zien. Nou, onze mama draagt ook de maat M van Reinders en Mirjam van 91 de maat L. Ja. Ik ben nog eventjes aan het filmen. En Melissa hadden we, die werkt bij ons in de winkel in Bataviastad. Superleuk. Die heeft de maat XL, XXL, maar die draagt gewoon echt de maat L van Reinders. Omdat er heel veel rek waarin zit. En het is niet zo dat het bij haar dan helemaal doorschijnt. Zij voelt zich echt ook heel erg mooi nog steeds in. Ja, het stond er echt prachtig. Ze heeft ook nu de hele set meegenomen naar de shoot. Kylie's jurk.
zet. We gaan tot met maat L, maar door de vele stretch zitten we gewoon heel veel stretch. Natuurlijk bij die waistband, bij sommige mensen kan het misschien iets te strak zijn, maar bij haar is dat dan niet het geval. Nee, het was echt heel mooi, stond het. Dus ik zou zeggen, probeer het gewoon aan, want aan de hanger is het knitter altijd heel erg dun, maar je kan mega rekken. Ja. Dus dat was echt super leuk. Dat vonden we ook wel echt leuk. Deze studenten echt die diversiteit hebben laten zien. Hebben ons best gedaan. En de foto's zijn heel mooi geworden. Mama op de foto, terwijl ze dat nooit wil. En de volgende keer zullen we weer andere modellen natuurlijk kiezen. Ik kan niet elk model natuurlijk meteen meenemen in elke nationaliteit. We willen de volgende keer weer een beetje wisselen. Weer even switch maken. En Ove had dan de foto's gemaakt. En Harley had eigenlijk de leading over de make-up. Ja. En er zat een collega inderdaad Rachel mee. En die heeft ook wat modellen gemake-up. Het was een hele relaxe sfeer eigenlijk. Gewoon bij ons op kantoor. Dus het was echt wel een chill dagje. En ik hoop snel de foto's inderdaad te posten. Omdat jullie allemaal te laten zien. Oh, vergeet ook Pukje. Oh ja, Pukje had natuurlijk ook op de foto. Ja, en die is eigenlijk XSS. En zij is echt gewoon een Hollands leuk meisje. Wij zijn natuurlijk ook wel Nederlands, maar we hebben best wel een donkere uitstraling. Ja. Pukje is echt leuk blond met sproetjes. Echt dat je denkt, ook leuk even voor ertussen. Ze denken meestal niet dat wij Nederlands zijn. Nee, 100%. Maar het is vandaag half 8. En ik ben al helemaal in de glam en helemaal aangekleed met Kate en Marie. Want we gaan zo naar meneer Paprika in Haarlem met de kiddo's. Romein Bel komt er ook heen. En dan hebben we om 1 uur een afspraak op kantoor. Dus we gaan eventjes van 9:30 tot 11 naar meneer Paprika en dan snel naar de office. En de kids zijn gezellig aan het spelen op je kontje rocket. Je weet dat je niet mag staan. Wil je zitten alsjeblieft? Oké, goed. Woehoe! En Marie is nog lekker aan het opmaken. Dit is Marie, haar situation. Hi Lima! Lima wil alles uit de beauty case pakken. De föhn. Ja, de föhn. Hier op de billen zitten. Oh, wat een eng spelletje spelen jullie hier. Oh god. Op je kontje, Rocket! Oké, hoe handig is dit ding? Ik ben helemaal van in shock. Klap je helemaal uit op een dakje voor de regen. Maar ja, Rock wil in de fiets. Op de fiets. Even wachten erop. En Lilo gaat dan wel in de wagen. Staan we dan. Rock die wil de step. Lilo wil lopen. En Lima wil in de wagen. Ga maar. Go, go, go. In de meantime is Rock lekker aan het spelen. Ik wil Lima aan het eten geven. Libby, heb jij nog een croissantje? Ja. Oh, wat lekker zeg. Het is zo tof hier. Het is nog een beetje warm. Oh, en ik heb lekker zo'n fruitbol. Mmm, lekker, yummy. Hallo. Hallo. We zijn eigenlijk de dag na de shoot naar meneer Paprika gegaan. Ja, dat is zo'n Haarlem, zo'n restaurantje echt voor kindjes. En dan heb je een hele mooie speelgoedwinkel ernaast. Ja. En dan kunnen ze heerlijk spelen aan zo'n treintafel. Het was echt wel een mamday, ja. Het was echt mamday. Romee kwam ook met Bel en we waren met alle kinderen. Je bent heel snel aan het eten, hectisch, maar het is altijd wel gezellig vandaag. Het ligt altijd wel niet leuk. Daarna liggen we wel niet leuk. Op het moment zelf denk ik echt, wat doen we hier? Het is echt zo'n mamlijf dat je dan echt overstapt van een lunch, dat je alle tijd hebt, even lekker relaxed. Van een hele fashion fotoshoot naar meneer Paprika. De contrast is mooi. Maar goed, ze hadden wel een baby chinootje en dingetje. Ja, ze hebben echt alles voor kindjes. Dat is echt perfect. Dus dat is echt super leuk. Ja, en ze moeten echt. Dus dat laten we ook inderdaad. Livia krijgt haar grote bekje. Het wordt zo oud. Goed hoor, heel goed. Kan je eigen bed in elkaar zetten? Is ook, in de andere? Zie je? Ja, ik zie het. Zo. Goed zo. Even omdraaien. Oh, het wordt zo'n mooi bedje, Livia. Het is van Petit Amelie. In een mooie kleur wit. Ja. Ja, goed zo. Spannend. Hallo. Hallo. Krijgen we een groot bed, Livia? Hallo. Hallo. Mooi huis. Ja. Is het jouw bedje? Ik heb nog een kleine baby. Ja. Of ja. Papa. Mooi. Even wachten. Die goed bed, Livia. Oh, gaat ze slapen. Oh. Maar dit wordt jouw bed, hoor. Ja, dit is een grote meisje. Oh, dan heb ik een tekentje bij Lima. Zo. Hoppakee. Waar is Lima nou? En wat ik ook laat zien in deze vlog is, Livia was toe aan een nieuw bedje.
Ze heeft nu echt zo'n groot peuterbedje. Oh. Ik zei al, gelukkig heb ik Lima nog die normaal een beetje slaapt. Het bedje is van Petite Amelie en de kledingkast ook. En ik krijg heel veel vragen over de roomtour. Maar dat ga ik binnenkort doen, als het echt af is. We zijn nog de laatste plankjes bij Lima aan het ophangen. Een leuk beetje gezellig maken. Dus in de volgende week vlog verwacht ik echt een hele roomtour te geven. Maar je ziet nu wel alvast een kleine sneak peek van haar bedje. Ja, dus dat ga ik. Oké, ik en Marie zijn onderweg naar Laura, want wij gaan samen naar Friends of the Brands. White dinner. De white dinner party, vandaar dat wij in het wit zijn. Ik heb mij alleen 100 keer omgekleed en Marie ook. Want we hebben, hier moet je naar rechts. Zo, ik zit paadje. Want, we hebben niks in de kleur wit. Stom ook eigenlijk, want eigenlijk is het een hartstikke leuke kleur. Nee, geen kleur. Wel, als je lekker bruin bent, vind ik een heerlijke kleur. Maar in ieder geval, we zijn dus onderweg en ik zit nog helemaal open. Want ik moet mijn jas nog helemaal dicht doen, omdat ik me net heb uitgekleed. En mijn bochtjes zijn dit. En Laura, ik klopt. Dus die zijn we nu aan het ophalen. En Shanna meeten we dan bij de locatie zelf, want die woont nu inmiddels in Amsterdam. Ja. Mag je dat zeggen? Volgens mij is het algemeen. Nou, volgens mij is het algemeen bekend. Oké. Okay. Dus onwijs veel zin in om weer met deze meiden op stap te zijn. En zoals jullie zien heb ik een heel klein kunstwippertje op. Van Queen of Tarzi. Nee, het is Queen Tarzi. Oh, Queen Tarzi. Hoezo zeg ik Queen of Tarzi? Ja, dat zeg ik dus ook altijd. Dat klopt helemaal niet. Nou, van Queen Tarzi. En dat vinden wij net even dat effectje dat nog even leuk is aan het uiteinde. Maar niet compleet een hele lash. Nee. Dus we zijn nu bij Laura. Dus ik ga haar even appen. En dan filmen we zo verder. Ik heb nog tijd om te kijken hoe mijn jurk zit voordat ik straks uit de auto moet bij een event en in mijn naki sta. Kijk hoor. Nou, ik vind de tas wel echt beeldig. Ik heb ze nog nooit gebruikt. En we moeten touch of Dutch. Dus we dachten oranje, blauw of rood. Nou, rood heb ik sowieso niks van. Oké, maar die moet even kijken. Oh ja, ik heb het goed uit. Maar pas het eerst nou even de jurk dicht doen. Dicht toe? Oh, ik dacht dat er een ritsje zat. Dat zit dus niet. Nee, dat zit dus niet. Je moet hem dus wikkelen. Even kijken. Even staan. Kijk, kan je hem onder mijn kont hier vandaan halen? Nee, hier. Dit ding. Deze dan. Hier. Kijk die mannen daar, kijk. Deze daar dus terug. Nou, ik denk dat ik hem gewoon zo heb, toch? Ja? Zo. Volgens mij wel. Toch dat lang was. Ik doe die stick straks even mooier, maar... Oh. Moet ik even snel staan buiten? Ja, dat is toch onder afdakje? Ja. Kijk even kijken. Ja, ik vind het leuk, hè, de achterkant. Ja, hij is top! De lengte. Dat is ook leuk. Hey, schijnt je onderbroek door? Kijk, hè. Piep, een beetje. Kunnen ook wissen. Het is wel wat strakker, hoor. Ja. Het zak namelijk, kijk. Oh, er zit iets strikjes denk ik losgegaan. Hé? Kijk, hè. Kijk, is die strik losgegaan? Oh ja, hij is iets losser, de strik. Zal ik het zelf even aantrekken? Ja. Dus we verklaren ons voor gek in een zomerjurk in de regen. Ik krijg ook 100 keer de vraag wat ik nou precies in mijn haar doe. Dat is de Andrelon, no spon. Geen witte waas, verrassend volume. Nou, ik heb dus wel altijd een witte waas. Ik heb nooit een witte waas. En die doe ik zoals je ziet. Doe ik het dan van dichtbij of zo? Echt overal. Kijk. En mijn haar valt altijd zo. Dus ik doe hier altijd nog even wat extra. En dat is het. Fini look. Oké, nou. Toch gelukt. En als pareltje hebben we onze nieuwste Reinerstas mee. Is het niet helemaal compleet? Nog, wat zeg je? Dat de zijkant ook nog. Nee, dit wordt ook nog straks helemaal vol met stenen. Jullie kennen mij. Shield Stras. Ik ben Glitter. Gamma Glitter, ik ben net een exter. Dit is een sample nog, maar hij wordt dus nog mooier. En dat deze kan bijna niet. Is dus bij mijn lookje helemaal leuk. Ik heb niet echt een touch of Dutch, bedenk ik me nu. Dat ik niet echt een touch of Dutch heb. Ik zie hier wel een rode tractor van Rocket liggen. Ik ben zelf Dutch. Ik ben zelf Dutch. Heb ik niet iets om of aan? Wat... Nee. Nou ja. Ik vind het ook wel heel lastig, een touch of Dutch. Er zit hier ook nog iets anders in. Een scrunchie. Ja, wat heb ik gedaan? Of enig bij mijn auto dacht ik misschien verbinding. Ja. Van Atelier de Femme is die nog. Ja, als ik ga rijden vind ik dat lekker. Dan heb ik in ieder geval geen soorten. Nou,
Oké. Okay. Ben jij nog boektape? Ik heb nog een schaar mee. Ja, anders eerst niks omhoog te liefde van mij, ze moet filmen. Zijkanten. Oh, ik ben aan het filmen. Ja, nou, doe je niet. Oh. Borstvoeding. Welke tas neem jij straks mee? Maar die deze? Of de Valentino? Ik denk dat dit wel leuker vind dan de chique ketting. Dat vind ik een beetje raar. Ja, hij is enig. En ik vind al mijn schoenen niet bij. Ik eigenlijk hakken aan moeten doen. Hakken. Stom, vind ik dat eigenlijk. Ik heb hier Shishishi platform. Crème. Nee, ik krijg geen crème meer aan. Ik heb hier nog. Ik heb hier heel veel schoenen in de achterbak liggen. Echt? Doe maar niet, dus scheur je iets uit. De Dusty Triple S. De Chacon is roze. Nee. Dat was wat we de parking hebben gedaan. Dus wel. En dat was het. Drie paar schoenen. Op zich nog behoorlijk wat. Maar normaal heb je het nooit. Hè? Die wil het zien. Normaal heb je het nooit. Nee. Mijn auto is altijd leeg. Ja. Ik vind deze ook leuk. Nog steeds. Aangekomen bij Gwent. To the White Brands of Brands. Hallo, met Anne. Och, gezellig. En met mooie Laura. Met mooie baby Belly. Woehoe! Bij de Friends of Friends. White dinner. Ik eet geen vlees. Oh nee! De White Dinner 2023 in Amsterdam. In het net geopende Pinloos Hotel Maurits. At the park. Oké, we zijn bij de eerste. En dat is Sand Burgzet. Make-up. En Laura is ook zo lekker. Even je punt te doen. Oh, wat is gegroeid, ja. Ik weet het wel. Het groeit van de kijker. Ja. Lau en ik moesten snel naar de wc. Wij moesten van het aan. Dus wij zijn er even tussenuit geglipt en kijken hoe mooi Lau de buik is. Ah, dat is lief. Toch even insane. Maar dat je denkt, hij is nu al zo groot. Waar gaat het naartoe dan? Nou ja, maar ik kan straks niet meer lopen. Enig. Dankjewel. Jongetje. Jongetje. En ik dacht, wat gaan we dan doen? Allemaal mooi. En ik wilde iets doen wat gewoon echt voor ladies is. Ja, ging fietsen. Hoofdgerecht, zeebaar. Hoe lekker! Het is 9:15 en we krijgen nu eten. Zo'n honger. Dat zijn gerechtjes. Ja, is het lekker? We zijn een pillenhotel. Oplegd. We zijn echt met allemaal leuke vrouwen. René, je draagt haar vast. Zo heel klein. We hebben het alleen maar over onze baby's. Ook naar het hele leuke event Friends of the Brands gegaan. Het is een White Dinner. De White Dinner, dat is een organisatie die influencers en bekende mensen met brands laat kennis maken. En ook dat je zelf met dus de influencers en met iedereen friends kan maken. En dus ja, een connectie kan leggen. Ja, echt netwerken. Echt netwerken. En dat, de White Dinner is dan het meest speciale, vind ik altijd. En dat is eigenlijk de top 50 mensen van dat moment nodig ze dan uit. Ja, en ze had een hele leuke inspiratie. Heel veel merken laten zien. Laura opgehaald. Ja. Laura is altijd wel later. Maar goed, ze is nu zwanger. Dus het maakt helemaal niet uit. Nee. Ze zag er prachtig uit met een mooie baby. Rihanna 5, zei iedereen ook. Ja, met een mooie baby bij. En het leuke is, Shanna die kennen we ook, maar die was er al, maar die kwam te laat. En Anne Dominique kennen we eigenlijk ook. Door Friends of the Brands. Door Friends of the Brands. Ook een superleuke vrouw. Dus we waren een beetje met het groepje, maar uiteindelijk word je dus in groepen verdeeld. En dan ga je alle merken langs die avond er staan om mee kennis te maken. Ja, en we kwamen ook nog Olcay en Dolce tegen, ook echt super lieve vrouwen. Ja, dus echt, we hadden een hele leuke groep. Jemima was er ook, die was ook echt een inspirerende vrouw. Dus dat vond ik echt super leuk. Ja, Kim Veen, Maria Taylor, we waren ook hartstikke gezellig. We waren allemaal wel vrouwen die heel direct waren. En heel anders allemaal. En allemaal heel maar anders. Maar dat maakte het heel leuk. Dus het was echt heel gezellig en alle merken eigenlijk langs te gaan. Van de lingeriemerken tot aan make-up merken. Tot aan dat body base vond ik heel interessant. Dat thuisapparaat. Voor thuis. Ja, we gaan zo. En daarna eigenlijk, nadat je alle merken hebt ontmoet en hebt genetwerkt, hebben ze een heel mooi diner. Ja. Dus we hebben ook even gezellig met z'n allen gegeten. Dus dat laten we ook in deze vlog zien. Ik hoop dat je het leuk vond. Het was in de Pille Hotel in Amsterdam. Ja. En die jongen organiseert het altijd eigenlijk. Dat is de eigen les van Friends to Brands. Dus ik vind dat heel erg leuk dat daarvoor wordt uitgenodigd eigenlijk. Dus dit was het eigenlijk, de vlog. We hebben heel veel divers beeld thuis, shoot. En zoals je ziet, we hebben nog steeds borstvoeding. Still going strong. 2 years in counting. Ik wil wel stoppen. Niet maar, om met jullie dat zien. Maar gewoon omdat hij naar school gaat. En dan
zijn eigen dingetje heeft. Maar ik tot nu toe is het toch heerlijk bonding. Bonding time, my little boy. Ja. Dus in de volgende week gaan zien jullie mama's verjaardag, Belmen verjaardag, want die zijn allemaal tegelijkertijd jarig. En gewoon thuis, kantoor en echt nieuwe ontwikkeling. Laat ook een beetje de stiekjes van de winter zien. Ja, leuk. Oké. Love. Fijne.